Want vanuit het geopolitieke perspectief, de twee kernelementen. Hoe ga je die kosten bepalen? Wat is anders? En hoe ga je die capaciteit regelen en betalen en bekostigen die je nodig hebt voor energie- en warmtevoorziening in de winter? Ja, wat dat er gaat, zitten we denk ik op een mooi momentje. En dan is het ook goed dat die warmtevisie er niet is. Want stel je voor dat die er al was, dan lag de koers vast. Dan was eigenlijk vastgesteld, we gaan die kant op. Doordat die koers nu niet vast, er is geen visie, hebben we nog de ruimte, vandaag, de komende periode, om een gesprek te voeren op die vier velden, om handreikingen te doen. Wat ik hoop te zien is hoe die discussie zich aan het ontwikkelen is. Want iedereen die daarmee bezig is, die komt hier tegen. En ja, wij zijn zelf ook bij discussies over hoe krijgen we warmte in Nederland verder succesvol betrokken. En het is voor mij een update van hoe staat de markt op dit moment voor. Warmte is absoluut een heel belangrijk issue. We zien dat wij dadelijk minder afhankelijk moeten zijn van fossiele brandstoffen. En dan is restwarmte een van de beste mogelijkheden om dat te kunnen overbruggen. Ik moet zeggen, je leert toch wel weer nieuwe dingen. En de klant staat nu centraal en dat vind ik ook. Dat moet ook in Nijmegen inderdaad gebeuren. In Nijmegen moet ook de klant meer centraal gaan stellen. En zorgen dat de klant het gaat willen. Ik werk bij Nuon Warmte als product developer. Voor mij is het interessant om te kijken wat andere mensen buiten Nuon Warmte vinden van de ontwikkelingen die gaande zijn. Kennis maken met verschillende mensen binnen het warmtegebied, dat is voor mij interessant. We moeten gaan zorgen dat er betere cases komen voor het omzetten van bestaande bouw. Als we die bestaande bouw niet sneller en actiever gaan omzetten op stadsverwarming, dan is dat niet alleen slecht voor onze business, want wij willen het graag. Maar ik kan het ook, steden als Amsterdam, tot op zekere hoogte denk ik ook Arnhem, die gaan gewoon hun duurzaamheidsdoelstellingen niet halen. Wat er nodig is om energie-neutraal te worden. En als je alles inzet, warmte, wind, zon, alles, dan zijn we met alle energie die we erin kunnen stoppen, volgens bestaande techniek, in 2045 energie-neutraal. En hoe kan het dan dat heel Nederland niet heel naastig op zoek is om die bestaande techniek grootschalig uit te rollen? Dat vind ik heel wonderlijk. Ben ik helemaal met haar eens. Wij zijn het helemaal eens. Ja. Ik denk dat de warmtewet wel een verbetering is, omdat er in ieder geval een basis is om zaken te regelen. Het is ook zo dat bij invoering al gezegd is, hij moet snel geëvalueerd worden. De evaluatie van de warmtewet moet eind 2016 af zijn. En dat betekent dat dus volgend jaar de evaluatie al wordt ingezet. Vandaag verwacht ik veel, het is net begonnen, dus ik ben erg benieuwd. En ook met name de sessies vanmiddag zijn natuurlijk behoorlijk goed. Ik denk dat dat wel heel interessant is. Ik heb al gemerkt dat ik wat moeite had om te kiezen. Op sommige momenten zou ik wel naar twee of drie verschillende tegelijk willen. Ik verwacht nog een hoop nieuwe dingen te horen. Ik ben benieuwd naar de sessies zometeen die gaan volgen. Dus ik hoop veel kennis op te doen.